Okay. Dus hier is een kraantje. Dus als ik hier aan draai, dan gaat de roetwisser aan. Dus dat is, en dat is wel, ja, dat is gaat heel bijzonder dat dat toen al bestond. Piloot Ruud Schoenmakers is inmiddels met pensioen. Hij vloog jarenlang voor KLM. De vluchten met de Dakota deed hij er eigenlijk een beetje bij. Maar dat waren er door de jaren heen wel heel wat. Nou, dat denk ik wel de 300ste. De 300ste? Op deze machine, ja. Nu hoorde ik dan dat dit jaar dat zou gaan stopbeuren. Toen had ik ze gehad en ik, ja, dat ga ze toch doen. En bij deze heb ik dat gedaan vandaag. Erik maakte voor ons onderweg deze beelden. Hij vloog 20 minuten lang over Zuid-Limburg met de Dakota. Een vliegticket kost €175. Maar de echte freaks hadden dat ervoor over. Nou ja, de machine is 80 jaar oud. Dus dat is een mooie leeftijd om met pensioen te gaan. Ja, dat geeft gewoon een kippenvel als de motoren opstarten en het gaat draaien, zeg maar. En het toestel, er ruist gewoon de olie binnen. Dat is gewoon ja, fantastisch. En de laatste weekenden waren de vluchten dan ook uitverkocht, zeker nu het einde in zicht kwam. Ik heb al 20 keer gevlogen. Met dit vliegtuig? Met de kathode al 20 keer. Mijn opa heeft in de Tweede Wereldoorlog nog hierin gezeten en als familie uitje om dit te doen. Hij is overleden laatst 3 jaar geleden, maar ik heb zijn korps mariniers jasje nog aan. Dus hij zat niet in het vliegtuig, maar meer als bijrijder, bijpassagier. Ja, en als familie uitje zijn we dit gaan doen om open te herdenken. Prachtig, ja. Ze hebben hier met in Normandië gevlogen. Het is echt een warbird, zoals ze dat noemen. Alleen in zoverre, deze machine heeft alleen maar transport gedaan. Parachutisten gedropt, overal proviant naartoe gevlogen. En daar gaat hij een van de laatste keren vanaf vliegveld Beek. Daarna vliegt hij wel nog een maand vanuit Schiphol. Wat er daarna met het toestel gebeurt, dat is nog niet bekend.